Hallo, mijn naam is Anje van der Lely. Ik ben van Leskompas en wil graag iets vertellen over de week thuistaak. Je hebt Leskompas, je gebruikt het op school. Maar leerlingen mogen er dan ook gratis thuisgebruik van maken. Ouders vinden dat fijn, want die, die vragen vaak: van, Joh, uh, weet je nog wat sites waar mijn kinderen kunnen oefenen? Dus die worden, zijn er heel blij mee. Uh, maar de vraag is: hoe gebruik je dat? Je kan kinderen af en toe wat huiswerk geven, wat extra oefenwerk, kinderen die dat nodig hebben. Je kan de inloggegevens vrijgeven voor die kinderen die, die uit zichzelf graag verder gaan aan de slag willen. En die kinderen zijn er altijd. Je kan het ook structureel inzetten. En de week thuistaak hebben we eigenlijk niet zelf verzonnen. Die is op een beurs aan ons verteld door een lescompasgebruiker. De klasleerkracht. Aan het begin van de week vult ze een dagboek in. Welke lessen gaat hij elke dag geven? Op datzelfde moment kan je. In het scherm schrijven wat de kinderen die week thuis moeten doen. Dus je ziet wat deze week aan bod komt aan instructie bij rekenen en taal. Dan denk je, nou, misschien is het wel handig als ze dat en dat nog eens oefenen waar we vorige week mee bezig zijn geweest. Zet je dat in het leskompasscherm, dat ze dat moeten doen. Bij geschiedenis, aardeskunde en natuur hebben we vaak veel meer filmpjes dan dat je tijd hebt om te laten zien. Je kiest de filmpjes die je in de klas laat zien tijdens de les. En je schrijft bij de week thuistaak een paar filmpjes op die ze thuis moeten bekijken. Eventueel met een kijkvraag erbij. En tijdens de les stel je die vraag weer en zie je wie heeft het filmpje gezien en wie heeft, uh, kan er antwoord op geven. Uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Uh, en ik raad het zeer zeker aan om, om dat te gebruiken. Je hebt leskompas. En geloof me, de resultaten uh, uh, zullen vooruitschieten. Ervaringen die we van scholen gehoord hebben, zijn allemaal zeer positief. Hoe ga je ermee aan de slag? Je moet als leerkracht voor je eigen klas een eigen leskompaspagina hebben. Wij maken standaard altijd voor ieder leerjaar één leskompaspagina aan, maar heb je een 7a en een 7B. Dan moet de leerkracht van 7a zijn eigen week thuistaak in een scherm kunnen zetten. En de leerkracht van 7B moet dat voor zijn groep of haar groep kunnen doen. Uh, degene die schoolbeheer uh, doet voor Lescompas, meestal de ict die kan inloggen en extra groepen aanmaken. Wat kan je verder doen als leerkracht? Um, je kan de ouders op de hoogte stellen. En dat is een belangrijk. Uh, we zetten op de helppagina een brief. Daar kan je de inloggegevens in zetten en daar wordt uitgelegd dat de kinderen iedere week een week thuisstaak krijgen. Je vertelt, het, je vertelt het de ouders ook nog eens op de ouderavond en daar zullen ze heel blij mee zijn. En dat zal, en dat zal het ook versterken. Dat zal het nog beter doen werken als die ouders ervan op de hoogte zijn. Uh, die brief kun je dus invullen en uitprinten en aan de kinderen uitdelen. Verder hebben we een, een, een inlogkaart. Die vul je in, hang je in de klas kan niemand meer zeggen, ik wist de, uh, de, ik wist de inloggegevens niet, want die hangen permanent in de klas. Examen uh, uitprinten, inloggegevens invullen en hem daarna plastificeren, zodat hij netjes blijft in de klas hangen. En uh, iedereen, uh, niemand kan meer zeggen dat hij de inloggegevens niet had. Waar zit je in het scherm die week thuistaak? Dat ga ik in een apart filmpje even laten zien. Uh, en ook laat ik even zien uh, voor die schoolbeheerder hoe je en waar je extra groepen kan aanmaken, zodat iedere leerkracht zijn eigen pagina heeft. Log in met je leerkracht-inloggegevens. Weet je niet met welke inloggegevens je bent ingelogd, dan kan je dat onderaan even bekijken. Ik zie onder de account staan Beheer Leerkracht, dus dan weet ik dat ik als leerkracht ben ingelogd. Staat er iets anders? Ben je misschien als leerling ingelogd? Dan kun je hier uitloggen en opnieuw inloggen met je leerkracht inloggegevens. Om iets voor de leerlingen in het scherm te typen, moeten we hier ook zijn. Daarvoor klik ik op Beheer Leerkracht en aan de linkerkant staat Teksten voor de leerlingen. Als ik daarop klik, staat hier het vakje waar je je opdracht kan typen. En je ziet, ik heb al getypt, week thuistaak. En met streepjes ervoor heb ik een heel rijtje gemaakt met opdrachten voor geschiedenis, aardeskunde, taal en rekenen. Als je dat gedaan hebt, klik je op opslaan. En als je dan klikt, zie je dat in het blauwe vak bovenaan dat netjes staat. En als we naar een ander tabblad gaan, blijft dat vak met opdrachten. Gewoon in het lescompasscherm staan. Heb je een combinatiegroep, dan wil je natuurlijk eigenlijk snel voor allebei je groepen iets in het scherm kunnen typen. Daarvoor moet er in schoolbeheer iets aangevinkt worden. Schoolbeheer uh, wordt meestal gebruikt door de ICT'er. Daar kunnen nieuwe groepen aangemaakt worden, methodes veranderd enzovoort. Dus als je zelf die inlog niet hebt, moet je even aan de ICT'er of een andere beheerder vragen of die het vakje combinatiegroepen wil aanklikken. Nu ben ik ingelogd als schoolbeheerder en als ik onderaan dan op beheer school klik en ik ga naar schoolgegevens, dan is hier het vakje combinatieklassen. Dat klik ik aan. Ik klik op opslaan. En als ik nu inlog als leerkracht, en ik ga naar Beheer Leerkracht onderaan, Teksten voor de Leerlingen, dan staan hier alle groepen, zodat ik voor beide groepen die van mij zijn, dat is in dit geval 7b en 8b, in alle beide vakjes kan ik nu een opdracht typen zonder dat ik steeds hoef in en uit te loggen. Wel zo handig. Als iedere leerkracht een week thuistaak wil invullen op het scherm voor zijn eigen groep, dan moet iedere leerkracht ook zijn eigen leskompaspagina hebben. Die kan de schoolbeheerder van leskompas aanmaken in schoolbeheer. Die inloggegevens die zijn bij één iemand bekend, meestal degene die het heeft aangevraagd, meestal de ICT'er, dat moet je op school even navragen. En die kan inloggen met die gegevens. Die gaat dan naar Beheerschool. Kiest hier Groepen en Methoden. En hier kan je een nieuwe groep aanmaken. Zodat juf Nelke van groep 6A iets in haar scherm kan typen zonder dat juf Rianne van 6B daar last van heeft, want zij kan dat met haar eigen groep. En het aanmaken is eenvoudig. Nieuwe groep aanmaken, hier alles invullen. Het goede leerjaar kiezen is wel zo belangrijk. Een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, opslaan en de groep is aangemaakt. Dit kan dus alleen door degene die de schoolbeheergegevens heeft. Maar misschien mag je die gegevens ook wel even lenen om dit zelf te doen. Dat moet je zelf op school even navragen fijn een heel verhaal, maar het zijn een paar handelingen die je van tevoren moet uit, uitvoeren en dan is het uh, is het helemaal klaar voor gebruik. Ik zou zeggen probeer het uit. Wees er consequent in en laat ons weten hoe het gaat. We horen graag jullie ervaringen en eventuele suggesties of tips. Ik hoor Ik graag van jullie. Succes!